Goeiedag, Sportclub Rijnmond is er vandaag met de kameraadjes van Feyenoord en het laatste nieuws uit de Kuip. Verder volgen we Marhinde Verkerk en Roy Meijer tijdens de Grand Prix in Den Haag. We zijn bij de korfbalkraker PKC Top. En wat is het geheim van amateurclubs Tedoco? Je ziet het straks. Maar eerst Feyenoord dus, dat morgen het Champions League duel speelt met Manchester City. Terwijl Erik Bottigin op Varkenoord werkt aan zijn herstel, een proces dat goed verloopt, begint de selectie van Feyenoord aan een training in de Kuip. De 1-1 tegen VVV is geen lekkere generale voor het duel met de koploper van de Premier League. Inmiddels is de kampioen van vorig seizoen afgeleden naar plek 7 in de Eredivisie en komt de kritiek. Bijvoorbeeld op de trainer. Kees schrijft bijvoorbeeld nu, wanneer is het krediet op wat betreft de trainer, Giovanni van Bronckhorst? Volgens mij gaat dat niet op. Nooit meer? Niet op. Dit seizoen in ieder geval niet. Dat zegt Joop van Dalen wel, maar buiten de Kuip is de positie van de trainer wel een agendapunt in het wekelijkse maandagochtendoverleg van de wijze mannen. Op het moment als het dus slecht gaat, alleen maar negatieve dingen. Dat ligt aan het trainen, het ligt aan de verzorger, het ligt aan Van Geel. En waar ligt het dan aan? Alleen maar pech? Ja. Oh, kom maar. Dat is gelul. Alleen maar pech. Nee, het draait ook niet. Ja, ik ben kritisch, maar... Vond u de oplossing dan? Ja, een goede trainer. Dus Van Bronckhorst moet weg of moet hij assistent worden? Weg. Ik heb niks tegen die man. Maar hij is het niet, hij heeft het niet. Zoals Van Basten het ook niet had. Dat is ook een grandioze voetballer. Maar hij had het ook niet. Het is alleen maar negatief. Maar... En je kan nou niet leggen, omdat het nou dus zogenaamd slecht gaat, dat het aan Van Bronckhorst ligt. Ja, ik denk het wel. Kijk, je wint met z'n allen en je verliest met z'n allen. Of niet? Het ligt niet altijd naar één man, hoor. Ik ben niet tegen hem, maar het gaat mij om het belang van Feyenoord. Je kan niet zo doorgaan. Ja, goed, dat is jouw mening en dat kan. Dat wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar goed, het is... Ik vind het altijd makkelijk. Dat heb ik net gezegd. Met z'n allen. Dat heb ik net. Misschien moet er dus iemand bij komen die jongen een beetje helpt. Ik bedoel, ja, maar dat heeft de advocaat al gedaan. Ja, nou ja, goed. Misschien is het een idee omdat ze daarboven eens een keer daarover nadenken. Wordt ongetwijfeld vervolgd. De allerjongste supporters, Feyenoords kameraadjes, merken niet zoveel van de sportieve malaise. Voor hen is iedere wedstrijd nog een uitje. Helemaal als er extra activiteiten plaatsvinden tijdens een kameraadjeswedstrijd. Zoals afgelopen zaterdag tegen VVV. De beste club van Nederland, dat is Feyenoord. Ja, Feyenoord, kameraden hand in hand voor Feyenoord. Olé. Elke club staat bovenaan. Feyenoord, Feyenoord, ze gaan er weer stevig tegenaan. Nee, verwend werden de kameraadjes niet met de 1-1 tegen VVV. Maar ook dat hoort bij het leven van een Feyenoord supporter. In Den Haag, weliswaar in de sportcampus. Dit jaar nieuw neergezet in Den Haag, in het Zuiderpark. Vroeger stond hier het ADO-stadion. En we zijn op het Grand Prix Judo, wat voor 4 jaar naar Den Haag komt. Het is een wereldwijd toernooi. Alle judoka's, de beste judoka's van de wereld, komen naar Den Haag om dit jaar gewoon deel te nemen. Volgend jaar zijn er punten te verdienen voor de Olympische Spelen. Dit is echt het grootste toernooi sowieso van Nederland en een van de grootste 8 à 10 toernooien van de wereld. En op dit internationale toernooi zijn ook Marhinde Verkerk en Roy Meijer aanwezig. Bij de judoka's van Budokan Rotterdam maken op deze Grand Prix kans op een medaille. Maar allebei hebben ze ook een zware periode achter de rug waarbij het judo op topniveau zeker geen vanzelfsprekendheid was. Zo
Zowel Verkerk als Meijer willen nu in Den Haag bewijzen dat ze nog altijd tot de internationale top behoren. Ja, Marinde, die zit nog vol passie, vol energie en die wil echt nog steeds het beste uit haarzelf halen. En dat kan ze ook. Roy is echt een hele bijzondere mooie man, vind ik. Echt een sporter in hart en nieren. Volgens mij merk je ook hier in Den Haag dat hij echt een favoriet is. En als hij gewoon kan trainen en zijn focus kan houden op zichzelf, nou ja, dan verwacht ik hele mooie dingen van deze man. Het was wel een dag om van te genieten en waar ik echt naar uitkeek, waar ik echt heel veel zin in had. Uiteindelijk had ik veel meer spanning dan dat ik had verwacht, maar ja, weet je, het is gewoon wel genieten voor eigen publiek, dat wel. Ik werd wakker vanmorgen en toen zag ik gewoon alles dubbel. Dus mijn eerste partij had ik eigenlijk tegen 2 tegenstanders in plaats van tegen 1. Zo voelde ik mijn koppijn, dus daar moest ik even doorheen komen. Dat ging goed. Toen heb ik nog even wat rust gepakt en wat gegeten en toen voelde ik me echt helemaal erin komen. Toen dacht ik van, de persoon die tegen mij staat, die heeft geen geluk vandaag. Beide judoka's halen de finale van de Grand Prix in Den Haag. Roy Meijer treft een sterke pol in de klasse boven de 100 kilo. En Marinde Verkerk neemt het op tegen haar landgenote Guusje Steenhuis in de klasse tot de 78 kilo. Maar Verkerk heeft het zwaar tegen de judoka uit Hoogvliet. Ik had hier voor eigen publiek en eigen land natuurlijk en tegen de Nederlandse had ik gewoon heel graag goud willen halen. Maar goed, ja, ik heb gewoon geknokt tot het bittere eind en we gaan zo gelijk op en we kennen elkaar goed, dus het is super lastig om dan tegen elkaar te judo en dan, nou ja, kom je in een golden score en dan moet er gewoon een beslissing genomen worden en ja, weet je, ze deed goed en ja. De volgende keer, ik heb gewoon huiswerk te doen en ja, meer kan ik er niet van maken, denk ik. Het is gewoon teleurstelling. Echt, je schiet gewoon adrenaline over mijn ruggenwerf naar mijn hersenen en weer terug naar beneden. Het is net alsof ik op lucht loop op dat moment. Niks kan me stuk. Ik forceerde hem om risico's te gaan nemen. Hij moet me buiten de mat gaan duwen. Hij ging gevaarlijke aanvallen maken. En dat, ja, dat is alleen maar beter. Dan, als ik dan goede acties maak, dan krijg hij de straffen. Dus ja, stop. Het is mijn missie om iedere dag een maximale uit mezelf te halen. Ik wil een 100% mens zijn. Dus als ik weet dat ik van tevoren alles aan gedaan heb om het goed te doen, dan is succes onvermijdelijk. En zelfs zou het dan niet lukken, dan weet ik dat het niet ligt aan mijn inzet. En met die houding, die attitude, merk ik nu, gaat het beter dan ooit. En ik ben er nog niet, dus het is pas begonnen. Het zijn de twee meest dominante ploegen in de Korfbal League van de afgelopen jaren, Top en PKC. Top uit Sassenheim won de laatste twee zaalfinales in een uitverkocht Ziggo Dome. PKC nu in de beginfase op gelijke hoogte via een treffer van Richard Kunst. En die ploeg uit Papendrecht heeft dit seizoen één nieuwe speelster. Dat is deze dame, Anita de Ridder, overgekomen van het andere Top uit Arnhem-Muiden, Zeeland dus. En als je denkt, het zijn de twee beste ploegen uit de Korfbal League, ik ga er even lekker voor zitten voor een mooie wedstrijd, dan heb je het mis. Het is vooral een rommelige wedstrijd. En daar is deze aanval een goed voorbeeld van. Daniel Harmse komt dan weliswaar vrij. Hij maakt er dan 3-4 van. Maar heel erg veel te genieten valt er niet in een volle hal in Papendrecht. Hier kan hij een straf op krijgen, Paul Arnolds. Maar dit is mooier. Een tip in op aangeven van Nick Picard. Een van de 5 internationals uit Sassenheim. PKC heeft hem liefst 6. Richard Kunst is geen international meer, die gaf de voorkeur aan een maatschappelijke carrière. En vlak voor rust bepaalt Den Dunne de ruststand op 11-11. PKC telkens in de achtervolging in het eerste bedrijf. Dan de tweede helft. Goeie paas daar van Richard Kunst op Johannes Schot. Was vorige week bij Koogsendijk ziek. Nu dus weer helemaal fit. En dan eindelijk weer de voorsprong
voor die ploeg uit Papendrecht. Die veel beter gaat verdedigen. De onderschepping is voor Johannes Schot. Maar PKC kan niet direct profiteren. Ook zij spelen lang niet goed. Hoeft ook nog niet in de tweede speelronde van deze competitie. Het seizoen is nog lang. De finale van de Korfbal League is pas begin april. Maar dit is voor het eerst in de wedstrijd een verschil van 2. 14-12 via een doelpunt van de aanvoerder van PKC, Laurens Leeuwenhoek. Een top speelt slordig. Plaatsfout van Jet Hendricks richting Mick Snel. Kunnen elkaar in het dagelijks leven beter vinden, wonen samen in Amsterdam. Kunst dan goede rebound daar bij Suzanne Struik. Speelt Steenbergen vrij. En zo loopt het PKC langzaam maar zeker uit. Na een ruime voorsprong 19-13. De trainer van top, Jan Niebeek, probeert dan nog wat te wisselen. Picard naar het andere vak maakt hier dan weliswaar 20-15 van. Maar direct aan de andere kant is de paas van Steenbergen op Richard Kunst. En die gooit dan de wedstrijd in het slot 21-15. PKC wint van top. Het wordt uiteindelijk 23-20. PKC nu 2 gespeeld, 4 punten, zegt nog helemaal niks. Vorig seizoen wonnen ze alles. Daarna ging het falikant mis tegen Blauw-Wit en dat willen ze nu voorkomen. Een hele goede middag allemaal. Welkom op het Sportpark Groeneweg. Vandaag ontvangt Sedoco Jodan Boys uit Gouda. En daarom een speciaal welkom aan de spelers, de staf en het bestuur. En uiteraard de supporters van Jodan Boys. En dan komen we nu bij Sedoco. Nummer 8, Jordi van Dam. Nummer 19, Morris van der Brink. De technische staf is al lang bekend in handen van hoofdtrainer Frans Adelaar. Geassisteerd door Cor Lems. Het seizoen in de hoofdklasse A is 11 wedstrijden onderweg en Sedoco staat daarin keurig op een tweede plaats, 5 punten achter koploper Noordwijk. Het rood-zwarte Sedoco speelt met gezonde tegenzin in de hoofdklasse, want afgelopen seizoen degradeert de club onverwacht uit de derde divisie. Werk aan de winkel dus voor de nieuwe trainer Frans Adelaar, die als eerst de discipline aanhaalt. Nou ja, je hebt te maken met een ploeg die vorig jaar, of tenminste een gedeelte van de ploeg die vorig jaar gedegradeerd is, zit in teleurstelling. En die hebben ook het hele seizoen hebben ze een bepaalde werkwijze meegemaakt. En je hebt te maken met nieuwe jongens die ja, eigenlijk ook teleurgesteld zijn in het feit dat die degradatie heeft plaatsgevonden. Want Sedoco heeft al eerder een aantal spelers met een goede naam in het amateurvoetbal vastgelegd. En ze hangen al snel aan de lijn bij de technische commissie. Die hebben dan ook wel logisch denk ik enkele vragen die we als technische commissie gewoon hebben beantwoord. Wel vanuit de intentie gewoon met elkaar het seizoen in te gaan. En uiteindelijk ook wel de ambitie uit te spreken om weer naar de derde divisie te komen. Want dat zijn vragen denk ik als gelden de gemaakte afspraken nog? Dat zijn die vragen, ja, maar ook vanuit de gedachte, joh, gaan we lager voetballen, wat brengt dat met zich mee? Nou ja, wij hebben denk ik die duidelijkheid gegeven. Enerzijds vanuit het contract, maar anderzijds denk ik ook met het aantrekken van Frans en Cor. Een van de nieuwe spelers is keeper Mark Smit, vorig jaar DHC uit Delft. Wie naar de grote hoeveelheid sponsorborden langs het veld kijkt, weet dat hij hier niks tekort komt. De club heeft als derde divisie voor ingekocht, om het eventjes zo te zeggen, en spelers aangetrokken. Uiteraard in de top van het amateurvoetbal wordt er betaald, dat weet iedereen. En daar kunnen we allemaal links of rechts om draaien, maar anders speel je niet op dit niveau. En uiteraard de aanbieding is goed geweest waarvoor ik voor Sedoco heb gekozen. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om als club uit een klein dorpje te concurreren met andere grote amateurverenigingen? Waarvan ook wel eens een paar uit een klein dorpje komen, maar zo klein als Hoornaar zijn er niet heel veel volgens mij. Nee, dat klopt. En dat is ook niet iets wat natuurlijk van het ene op het andere moment is gebeurd. Hier zijn we ruim 10 jaar mee bezig. En dat heeft er in het verleden toe geleid dat we een businessclub hebben opgericht. Die inmiddels bestaat uit 150 tot 170 leden. We hebben een stichting in het verleden opgericht via tussenkomst van de vereniging. Om uiteindelijk ook het contracteren van spelers mogelijk te maken. En dan is niet alleen geld, maar ook een goede scouting erg belangrijk. Spits Morris van der Brink is daar een goed voorbeeld van. Hij speelt vorig jaar nog in de vierde klasse en houdt nu oud FC Dordrecht spits Jair Balrak op de bank. Van der Brink heeft er dan ook al 5 in liggen, waarvan deze tegen AFC zijn mooiste is. Hij komt uit de scouting van Sedoco, ik kende hem niet. En hij was in mijn optiek ook niet ingepland als een van de vaste krachten die ik al in de eerste elf zag staan voor Sedoco. Jij hebt vroeger op wel hoog niveau gevoetbald, hè? Ja, vroeger heb ik wel hoog niveau gevoetbald. Bij? 7,5 jaar bij PSV in de jeugd.
toen ik niet meer voetbalde en wel 4 of 5 keer in de week moest trainen. Toen heb ik die keuze gemaakt om te stoppen en bij mijn oude club in Meteren weer verder te gaan. Bij zijn nieuwe club Stedoco moet Van der Brink alleen op de topscorerslijst Jordi van Dam voor zich dulden. De middenvelder heeft er al 8 in liggen. Dat doe ik zeker niet ieder jaar. Meestal ligt gemiddeld rond 6, 7 of 8 goals per seizoen. En nu na 10 wedstrijden al. Dus nee, dat gebeurt niet ieder jaar. Maar dit jaar gaan ze er lekker in. Dus, Is dat ook een gevolg van de sterke ploeg die jullie hebben? Ja, absoluut. Ook denk ik gevolg van de positie waar ik nu in speel. Het is toch net wat aanvallender. En doordat wij een sterke ploeg hebben, komen we vaak voor de goal. En als ik daar dan ben, dan maak je meer kans om een goal te maken. De goede start en de sterke selectie zorgen voor een stevige doelstelling. Die hebben we aan het begin van het seizoen met elkaar uitgesproken. Dat is een beetje gewoon om te promoveren. En hoe dat moet plaatsvinden, of via een kampioenschap of via de nacompetitie, dat is ons om het even. Of je moet periodekampioen worden, of je moet zorgen dat je hoog genoeg op de ranglijst staat, zodat je een periode aan het einde van het seizoen over gaat nemen. Of je moet kampioen worden. Zoveel ploegen zijn er toch niet? En, de weerstand is heel hoog. Hoofdklasse A, moet ik heel erg zeggen, is een hele lastige competitie met veel kandidaten. En dat Adelaar terecht voorzichtig is, blijkt wel als Stedoco onverwacht met 3-1 verliest van Jodan Boys en koploper Noordwijk uitziet lopen naar 5 punten. Er is dus nog een lange weg te gaan. En met Stedoco zijn we aan het eind gekomen van Sportclub Rijnmond. Morgen zijn we er vanaf 8 uur op de radio met Manchester City tegen Feyenoord. En vrijdag is er op tv weer FC Rijnmond. En zaterdagavond doen we FC Groningen Feyenoord natuurlijk live op 93.4 FM. En zondagmiddag geldt dat ook voor Excelsior PSV en Sparta tegen FC Utrecht. En zondagavond is het dan ook weer FC Rijnmond. En over 7 dagen kijk je gewoon weer naar Sportclub Rijnmond. Tot dan!